staan hier op een gebiedje ten zuiden van Assen. En in dit gebiedje, dat is een kleinschalig landschap wat later een industrieterrein gaat worden, komt de komende 15 à 20 jaar de eerste energietuin van Drenthe. Een energietuin is een zonnepark waarin biodiversiteit en ecologie, maar ook educatie en recreatie bij elkaar worden ontworpen. Ik ben Christian Teulen, ik werk bij de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Ik ben daar ontwikkelaar duurzame energie. Wat we hier zien, nou, is verschillende kavels wat nou agrarisch wordt gebruikt. En wat we hier gaan doen is, we gaan iedere kavel die we hier hebben eigenlijk inrichten voor een bepaalde soort. Je ziet hier achter al een mooi veld. Afgelopen jaar is daar mais geteeld. Hier willen we eigenlijk een rijkere bodem van maken. Dus wat we hier gaan doen is, tussen de panelen, hier komen panelen op. Tussen de panelen gaan we diepwortelende planten aanleggen. En bepaalde stroken krijgen echt planten waarbij het organisch materiaal wordt toegevoegd aan de bodem. Waarbij de bodem wordt verrijkt, waarbij zuurstof erin komt, de wortelstructuur wordt beter. En zo proberen wij het bodemleven hier op deze kavel anders te maken. Dit is nu grasland met een open structuurtje ernaast met een paar bomen. En wat we daar gaan doen, we maken een soort voedseltafel van vogels. Deze houtwal is vrij dun, die gaan we verbreden. Er komt een 20 meter grote houtwal komt ernaast met een wandelpaadje erdoor. Er zitten ook best wel veel vogels al in dit gebied. En het mooie is dat we daar een heleboel vinken, dat er wat op gaat. En holenduiven. Het mooie is dat je hier natuurlijk, kijk, de bossages laat je eigenlijk met rust. De broedgebieden waar ze nu broeden, dat laat je met rust. En je gaat daartussen, ga je bouwen. En dan hoop je nog het leefgebied en het forageergebied voor de vogels een stuk groter te maken. En dat maakt het gebied natuurlijk wel leuk. Dit is wel een mooi getuigenglas. Hier zit ook heel veel braam tussen. En dit is eigenlijk een wal die je wilt hebben. Ondoordringbaar voor mensen, maar wel met veel ondergroei. Bramen erin. Het is prachtig voor dieren, voor vogels, voor insecten. En zo wil je hem eigenlijk het hele park rondmaken. Wat we hopen is dat we eigenlijk de grauwe klauwier terugbrengen naar het gebied. Dat is een vogel die wat meer in Drenthe voorkomt, ook in het Drentse A-gebied bijvoorbeeld. Maar aan deze kant nog nauwelijks. Een hele mooie vogel, kan ik je vertellen. Kijk, dit is de grauwe klauwier. Het unieke is dat we de ruimte hebben gekregen om in een soort bestaand ontwerp van een park allerlei nieuwe elementen in te voegen. Dat krijg je zelden.